hele nieuwe video. Nou, het is vandaag vrijdag 28 of 29. Nee, het is vandaag vrijdag 29 december. Dat betekent dat het bijna oudjaarsdag is. Ik pak jullie er ook echt later op de dag bij. Omdat ik de hele dag heb gewerkt. Dus het was niet spannend. En ik deed dus ook niks. Maar vanavond ga ik wel iets leuzen. En dat wilde ik gewoon graag vloggen. Ik rij nu naar huis. Het regent wel. Dat vind ik wel lastig. Dus ik rij nu naar huis. En later heb ik afgesproken met die dames. Hebben we weer een get together. Dit keer hebben we een get together met... Het thema. We proberen altijd een soort van thema te doen of een activiteit te doen met elkaar. De laatste keer was het bij mij thuis en hadden we paint en sip gedaan. En dat was ook echt gezellig. En vandaag gaan we dus bij een andere vriendin thuis. En dan is het thema dat iedereen een cocktail maakt. Gewoon een snelle hele cocktail hoor. Dat iedereen een cocktail maakt. En iedereen moest ook een kleur uitkiezen, want we doen pyjama's aan. Dus ik heb roze gekozen. En dan doe ik dus een roze pyjama aan met een roze cocktail. Ik heb op TikTok gezocht, want ik moest gewoon werken. Dus ik heb ook gewoon niet echt de tijd gehad om goed te kijken voor goede ingrediënten voor cocktails. Oh ja, voordat ik zou bijna verkeerd rijden. Dus ik heb gewoon een snelle hele cocktail genomen. Maar hopelijk is het lekker. Dus ik ga straks die dingetjes verzamelen. Maar dat is het eigenlijk en ik neem jullie gewoon graag mee. En hopelijk is het gewoon gezellig, maar sowieso is het wel gezellig, want wij zijn gewoon één gezellige groep. Dus nou, ik ga snel doen. Hoe heb jij gefilmd nu? Maakt het uit wat ik pak net? Heel veel mooie jaren met elkaar mogen doormaken. Goede en slechte tijden. Maar ja, laten we er vanavond een heel mooi... mooie avond van maken en 2024 ook een heel mooi jaar. Cheers! Cheers! Love you! It's not for us. It's not giving. It's not giving. Ik heb deze sokken, maar ik heb het eerste eentje gemaakt, maar zijn moet zo zijn. Nee, maar ik heb ook voor deze sokken. Ik kom op jouw sokken niet vinden, dus van jouw sokken. Knie, teen, knie, teen, hoofd, schouder, knie, teen. Waarom staat iedereen voor ogen? Schouder, schouder. Go! Cocktail te maken. Ik heb dit. En ik heb deze. Oh, zo. Let's go. Oké.
Blue Lagoon Caribbean. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, wacht, je staat hier. Alsjeblieft. Blue baby. Alsjeblieft. Thank you. Thank you. Zij is wel... Waarom waren we laatst? Heb je ook... Mr. Sam waren we. Oh, ja. Echt een mooie reel gemaakt van alles. Voedsel en weet... Nu ook kunnen mixen met elkaar en ook voor een, op naar een hele gezellige avond te gaan. Zo, het is vandaag 31 januari. Zomaar. Mensen, nog een keer. Het is vandaag 31 december en dat betekent dat het vandaag oudjaar is. En dat we morgen in het nieuwe jaar gaan starten. 1 januari 2024. Nou, ik wil dit moment nemen om te zeggen van... Ik ben dankbaar voor jullie, mijn kijkers, mijn volgers, nieuwe abonnees. Ik ben heel erg dankbaar dat jullie mij blijven volgen, mij motiveren. En als jullie mij op straat zien, ook echt motivatie. Dingetjes tegen mij zeggen van ik vind het leuk om mij te kijken of je doet het goed. Of dat soort dingen vind ik gewoon echt leuk. Want zonder jullie was ik misschien eigenlijk al gestopt. Omdat ik dan gewoon zie van oké, het is niet interessant genoeg of zo. Maar ik ben echt blij en tevreden en dankbaar sowieso voor jullie. En op naar 2024, op naar meer vlogs, op naar een vlogcamera. Want ik zie echt dat ik nu gewoon een vlogcamera moet kopen. Maar dat komt wel sowieso in het nieuwe jaar ergens. En ik ben ook gewoon heel erg gemotiveerd om nieuwe vlogs te maken. En het is gewoon leuk tot nu toe. Dus tot nu toe blijven jullie me elke keer zien. Maar ja, het is vandaag dus 31 december. Ik heb gisteren niet gevlogd, omdat wat deden gisteren. Gisteren heb ik eigenlijk niets gedaan. Ik was de hele dag thuis volgens mij. En dan daarna ging ik even mijn wimpertjes opvullen. En toen ging ik even bij mijn moeder chillen. Maar voor de rest had ik niet echt iets gedaan of zo. En voor nu, ik heb vandaag jullie laat bijgepakt. Ik heb mijn haar gewassen deze ochtend helemaal. Dat kostte gewoon tijd. En morgen wil ik mijn haar gaan verven. En misschien Liro even vragen om mijn haar even bij te draaien. Want ik ga nog niet naar de kapper. Ik ga pas eind januari weer naar de kapper. Maar dat het wel even gedraaid is of zo. Want ik ben ook moe van dit. Kijk, mijn uitgroei is zo lang. Jullie zien me altijd. En ik heb niets te maken met mensen van, kijk daar haar. Nee, dit is gewoon mijn uitgroei. Van weet ik veel hoeveel maanden. Maar dat is mijn uitgroei. Dus ik wil gewoon dat Liro daar eventjes voor me draait. Dat het wat netter uitziet. Maar goed, vandaag is dus 31 januari. We hebben geen plannen per se. Oeps. Liro moet later gewoon werken. Zeg maar om 11 uur of zo. En ik ga later naar... bij mijn moeder ga ik dan proosten. En ik had vuurwerk gekocht al lang terug. Dat vind ik wel leuk om met die kinderen te doen. Als Shakur het weet toch, haalt tot 12 uur. Als hij ze wil slapen, laat ik hem gewoon slapen. En als hij wakker wordt ervan, dan wordt hij er wakker van. Maar, of ik maak hem rond 10 uur wakker. Maar Maya blijft sowieso wakker. Want Maya houdt ervan om laat naar bed te gaan. Dus ga ik daar. En misschien blijf ik dan daar ook slapen. Want daar heb ik geen zin om terug te lopen. Want het is echt loopafstand. Voor nu zijn die kinderen in een soort bad. Ik heb een bad voor ze gezet. Want ik dacht, weet je wat, laat ze maar daar even spetteren. En we gaan straks gewoon even buiten onze wandeling doen.
hun op de fiets of op die step, weet ik veel. En dan gaan we gewoon even weer zo'n wandeling doen, wat we eigenlijk altijd doen. En dan kom ik terug naar huis. Ik wilde echt graag een snackbox. Dus ik hou een meisje in de gaten op mijn snap. Ik heb eerder bij haar altijd snackboxjes besteld. Gewoon voor mijn verjaardag of voor een girls night of wat. En haar snackjes zijn gewoon echt spang. En nu had ze ook. En ze zei, ja, als er overblijft, post ik het. Dus ik ben de hele tijd op Snapchat aan het kijken. Ik heb er al bericht van. Ik hou het sowieso in de gaten. Dan heb je gewoon even een lekkere snackbox. Dus dat. Ja, dat is het eigenlijk. En dit wil ik ook meteen het moment pakken om te zeggen tegen al mijn kijkers, tegen iedereen. Wens ik jullie een hele, want wanneer deze video online komt is het al lang nieuwjaar. Maar ik wil toch zeggen van ik hoop dat je een fijne jaarwisseling hebt gehad. Misschien ga je niet uit, misschien zit je rustig thuis. Maar hopelijk heb je een fijne jaarwisseling gehad. Gewoon relaxed. Ik hoop voor jou dat je een hele positieve 2024 tegemoet gaat met goede gezondheid en eigenlijk heel veel positiviteit. Behaal je doelen, ga voor je doelen, want je doelen ga je sowieso halen als je ervoor gaat en hard ervoor werkt. Dus bij deze een hele fijne 2024 voor iedereen en ook voor de mensen die me nu pas gaan zien, wens ik het natuurlijk ook. En let's go met 2024. Het badje, mensen. Ik heb het al, ik heb het. Het water is helemaal zwart door al die verschillende zeepjes. De laatste wandeling van 2023. Nou, wij zijn weer thuis. Shakur heeft het niet gehaald en het is pas 5:10. Maar ja, hij heeft geen middagdutje gedaan. Dus Sriberië. Gewoon, Shakur is onderweg naar Sriberië. En ik denk dat ik hem later wel wakker ga maken. Ik kijk even tot hoe laat hij slaapt. Want ik zou naar onder gaan later pas. Dus ik kijk even tot hoe laat hij slaapt en dan ga ik hem misschien wel wakker maken. En dan kan hij het ook meemaken. Mond open, alles. Maar goed, ik ga zo meteen eventjes eten opwarmen van gisteren. We hebben lekker Chinese tijersoep. My favorite. En dan is het gewoon relaxen. Nou mensen. Ik ga gepakt en gezakt. Nee hoor. Ik ga nu, het is nu 11:30 bijna. En ik ga nu naar mijn moeder toe. Mijn zus is al daar met die kinderen. En ja. Ik heb een kinderchampagne meegenomen. Die hadden we niet over van Lisa verjaardag. Van Mayra verjaardag nog steeds. Het was nog nieuw. Dus ik dacht, ja leuk met die kinderen. Dus ik ga nu snel naar daar en dan hebben we nog gewoon een hele volle half uur voordat de show begint. En hopelijk blijft het droog. Het is tot nu, voor nu even droog. En ik hoop dat het gewoon echt droog blijft, zodat we eventjes voor de deur tenminste kunnen staan en even het vuurwerk kunnen afsteken. Maar goed, let's go.
welkom bij een nieuwe dag. Een nieuwe avond eigenlijk, want het is gewoon al avond. Het is vandaag maandag 1 januari, nieuwjaarsdag. We hebben de hele dag thuis gezeten, geluierd, bijgekomen, want we waren echt laat gaan slapen. Oh nee, standaard gepakket, want we waren echt laat gaan slapen toch. Volgens mij sliep ik pas om 2:30. En die kinderen, Shakur ging natuurlijk wel wat eerder, maar alsnog ook heel laat. Ik heb besloten om met Maya gewoon lekker onze eerste date van het jaar naar de bioscoop te gaan. In ieder geval, wij gaan naar de bioscoop. En Maya wilde sowieso al komen jullie morgen naar Bonbini. In ieder geval die nieuwe film van Yandino. En ik ben niet zo'n fan ervan, maar het is wel leuk om naartoe te gaan. Dus gaan we gewoon naar daar, wij tweetjes. Ik probeer echt vaak met Maya één op één dingetjes te doen, zodat zij ook de volledige aandacht krijgt. Want Shakur, die zuipt mijn hele energie. Dus het is belangrijk om één op één dates met je kinderen te hebben. Als je meerdere kinderen hebt, is het heel belangrijk om één op één met ze af te spreken dan altijd met z'n allen. Anyway, ja. We zijn onderweg naar Pathé. Oké, kom dan. Moet je nog drinken? Derde wagen. Het enige wat hier pittig is die geur uit je snuit. Ach, dit is echt een CEO-waardige auto. Gewoon mee. Die is niet te koop. Hoeveel? Nee, die is van de oprichter geweest, van mijn overgrootvader. Hoeveel? Dat kan echt niet. Dat is niet echt wel uitgemaakt. Hoeveel? Verkocht. Nou mensen, daar zijn we weer in de auto, hè Maya? Ja, jullie zien Maya niet echt. Maar het was echt een hele leuke film. Ik vond het echt leuk. Ik vond het zelfs leuker dan die andere delen. In wezen kon ik echt veel lachen. Lovella speelt er ook in. Als typische Suriname, of nou niet typisch, maar als echte Surinaamse vrouw, buurvrouw. Alleen wat ik dacht van, oké, je zegt soms dingen, dat begrijpen sommige mensen gewoon niet. Soms zegt ze dingen in het Surinaams en dan denk ik, oké, niet iedereen begrijpt dat of verstaat het of snapt dan die grap. In ieder geval. Maar over het algemeen vond ik het wel echt een leuke film. En die andere delen waren ook oké, maar deze vond ik wel leuk. Dus ik ben wel blij, ik ben geweest. Maya vond het ook wel leuk. En nu zijn we onderweg naar huis. Het is, hoe laat is het? Het is 9:00, we zijn onderweg naar huis. Ik moet morgen gewoon weer werken. Want vanaf morgen begint alles gewoon weer. En geen feestdagen, niks. Dus ik ga gewoon weer werken. Dus ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag. En dan neem ik jullie weer een ander moment bij. Dus, van nu sluit ik af.